Natuurlijke vijanden spelen een steeds grotere rol binnen de gewasbescherming in de tuinbouw. Onze producenten en medewerkers doen er alles aan om de kwaliteit van deze producten te waarborgen. Als klant speel je hierbij ook een belangrijke rol. In deze video laten we zien hoe je de kwaliteit en effectiviteit van biologische bestrijders kunt behouden. Omdat de producten levende dieren bevatten, raden we aan de producten na ontvangst zo snel mogelijk in te zetten en niet langer dan 24 uur op te slaan. Let hierbij op de aanbevolen opslagcondities op het etiket. Bekijk of het product eruit ziet zoals je gewend bent en doe een quickscan controle van de kwaliteit. Hoe je dit doet kun je vinden op de kennisbank bij de kwaliteitsprotocollen. Als je klachten of opmerkingen hebt, meld deze dan aan de klantenservice. Voordat je het product inzet, is het belangrijk de verpakkingen op temperatuur te laten komen. Laat het product 30 à 60 minuten acclimatiseren bij kamertemperatuur. Houd hierbij flessen liggend en zakken staand. Bekijk de symbolen op de verpakking die aangeven hoe het product toegepast kan worden. Over het algemeen is het advies om biologische bestrijders te beschermen tegen felle zon en niet in te zetten tijdens het warmste moment van de dag. Meng voor gebruik de inhoud van het product door voorzichtig te schudden met de verpakking. Je kunt de fles voorzichtig ronddraaien of zachtjes schudden. Vervolgens kun je het product inzetten op de aangegeven manier. Van de biologische bestrijders en de plagen in het gewas monitoren en pas de strategie aan waar nodig. Neem voor advies contact op met een van onze productspecialisten.